Dat is het. Maar nou, staan we die tekstjes goed te bekijken, ja, die eronder geschreven is, komen we een beetje, want ik ben hier ook net tot de conclusie dat er misschien helemaal geen Koran tekst is, maar juist uit de Bijbel. Okay. Heel erg christelijk komt het juist over. Nee? Oude Noord, hè? Wanneer komt Chris nog terug? Oh, dus hij is weg. Maar daar staat zo'n dat hebben mensen daarna. Ja, daarna. Deuteronomie. Ja, dat had Chris gedaan en dat onderste erna bijgezet. En Chris, toen hij mij belde, toen zei hij, dat is iets uit de Koran en zo. Maar hij is ook niet dood, dat zei hij. Nou, dat vinden we toch allemaal? Hij zal niet dood, dat vinden we toch allemaal? Even. Laten we even staan. Ja, ik ben het niet mee eens dat het echt is. Maar ik weet dus gewoon, dit gaat over een vent. Ik ben het hier niet mee eens. Ik vind dat dit nooit meer moet kunnen staan in een democratisch land. Ja, dat moet daar staan. Ik ga niet staan, hè? Moet iemand maar eens kijken. Nou, dan blijft het staan. Marika, als dit weggaat, moet er meer ellende op dan als dit gewoon weggaat. Ik ben zin dat ze zeggen dat we het best wel zo is. Ja, maar ik ben hier niet aan het maar het hoeft niet. Dan gaan wij het wel weggaan. Ja, dat is niet. Ja, maar dan moeten we toch wel dingen. Ja, we zijn wel gaan bellen hoor. Ik ga nu naar later bellen. Iedereen die belt, gaat het voor ik vind dat hij een democratisch loopt. Alleen met mij in mijn werkzaamheid. Nou ja, dat is en daar komt het dan op neer. Dus het voordeel van u is dat u nu ergens anders gaat staan. Is dat niet? Het is de eerste keer. Nee, ik ga niet even om. Voor de weer een keer. Ja. Ergens anders gaat staan. Is het weer? Weer. Ja. Ik gebruik het dan. Ik gebruik het gevoel. Voor de derde keer dat u ergens anders wordt gestaan. Ik sta hier gewoon bij u heen. Film voor de vrouw. Dan wat? Gaat het niet goed, denk ik. Dat is het dan.
volgens mij mogen ze mij dit helemaal niet verbieden. Want we zitten in de openbare ruimte. Wat zeg je? Ja. Ja, precies. We staan nu bij een paneel waar jij een kunstwerk eigenlijk had gemaakt. Ja. En er stond op: gij zult niet doden. Ja, die tekst die heb ik gisteren gemaakt over die engel en over de wereld. In verband met dat ik helemaal overstuur was door het nieuws wat ik hoorde van Theo van Gogh. Toen vanochtend kwam ik hier, toen stond er een andere tekst over die het blijkbaar vergoeilijkte dat soort dingen gebeurden. Dat bastaarden wel tot in de tiende geslacht mogen worden. En even daarna kwam de politie. En de politie die vermaande me tot het weghalen van die tekst: gij zult niet doden. En het werd volgens de politie op hogerhand moest dat weg van de politieke politie, waar ik nog nooit van heb gehoord. En via Opstelten en de voorzitter van de moskee die is erbij geweest. En we kwamen niet tot een vergelijk dat hun het op de een of andere manier ook konden. Waarom vond de politie eigenlijk dat het weg moest? De politie zei dat het opgevat kon worden als een racistische uiting naar mijn buren toe. Dat gij zult niet doden, of in die tekst die eronder stond, dat hadden andere mensen gedaan. Ja, daar hebben ze het niet over gehad. Het ging alleen over dat gij zult niet doden. Maar dat is universeel. Ja, dat is universeel. Ja. En gij staat voor iedereen. En ik heb er absoluut geen intentie mee gehad om één mens of een groep ermee aan te spreken. Maar op puur onmacht van wat voor wereld zitten we nou hier. Maar dat gij bedoel je eigenlijk in het algemeen? Gij is iedereen. Ja. En het is geen tekst van mij, het is tekst van God volgens de mensen die daarin geloven. En wat vind je ervan dat het weggehaald is? Ik vind het best wel verschrikkelijk. De hele gang van zaken. Ik begrijp niet dat het hier zo moet. En, ik sta helemaal te trillen nog. Ik ben er echt nerveus van. En, ik vind het echt... kloten. Oké. Nou, sterkte. Dankjewel. Ik hoop dat Wim dat hij ook geen gezeik met elkaar heeft, want ik vind het echt. Ik moet het maar vergeten, zeggen ze. Nou, ik vergeet het niet en we moeten wel over nadenken even. Ja, dat begrijp ik. Bedankt. Jullie ook bedankt dat je dit toch wilt signaleren.